In deze video gaan we kijken naar het opstellen van een functievoorschrift van een exponentiële functie, gegeven twee punten op de grafiek. Dus we willen een functievoorschrift gegeven twee punten op de grafiek. Dus we kijken naar de exponentiële functie in de vorm ft is gelijk aan b keer g tot macht t. En wat we in feite willen doen is, gegeven die twee punten, willen we b in g bepalen. En als we b in g hebben bepaald, dan ligt de functie ook vast. We kijken nu meteen naar een voorbeeld hoe je dat moet doen. Laten we zeggen, we hebben een exponentiële functie in de vorm b keer g tot de macht t. En de punten 3,2 en 5,6. En de vraag is, wat is functievoorschrift? Of met andere woorden, wat is b en g? Nou, we gaan dat in een aantal stappen doen. We beginnen met stap 1. Stap 1 is de punten invullen. Nou, laten we dat even doen. Als we deze twee punten invullen in deze functie, dan krijgen we 2 is gelijk aan b keer g tot macht 3. En als we het tweede punt invullen, dan krijgen we 6 is gelijk aan b keer g tot de macht 5. Dat is stap 1. Stap 2 is druk b uit in g. En hoe we dat doen is, we nemen één van die twee vergelijkingen, bijvoorbeeld de eerste, en we willen iets om in de vorm van b is gelijk aan opschrijven. Dus we drukken b uit in g. Nou, dat is heel simpel. Als we links en rechts delen door g tot de macht 3, dan krijgen we b is gelijk aan 2 gedeeld door g tot de macht 3. Oké? Okay? Nou, als we dat hebben gedaan, dan gaan we verder met stap 3. Is het invullen van b in. Dus als we de b hebben uitgedrukt, gaan we die invullen in de tweede functie. Dus we gebruiken één functie om b uit te drukken. En die tweede functie gaan we gebruiken om b in te vullen. Dus we krijgen 6 is gelijk aan b. In b hebben we net uitgedrukt in g. Dat is 2 gedeeld door g tot de macht 3. Keer g tot macht 5. Uiteraard kunnen we dit opschrijven in de vorm 2 keer g tot macht 5 gedeeld door g tot macht 3. En we weten uit de regels voor exponenten, we weten als we a tot macht p gedeeld door a tot macht q hebben, dan mogen we dat opschrijven als a tot macht p min q. En dat is wat we hier gaan gebruiken. Dus we krijgen 6 is gelijk aan 2 keer g tot de macht 5 min 3. En 5 min 3 is gelijk aan 2. Oké? Okay? Vervolgens, als we dat hebben gedaan, dan kunnen we g uitrekenen. Laten we dat meteen hier doen. Dus als we links en rechts delen door 2, dan krijgen we 3 is gelijk aan g kwadraat. Dus met andere woorden, g is gelijk aan wortel 3. Dus dan hebben we nu een uitdrukking voor g. Nou, als we dat hebben gedaan, dan kunnen we b uitdrukken en uiteindelijk de functie geven. Dus dan stap 4, berekenen. En geef de functie. Oké, nou laten we dat doen. We hebben hier een uitdrukking van b in g. Ik moet even een kleine correctie. Ik bedoel hier bereken b uit. G hebben we al.
Hier hebben we b als uitdrukking in g. Dus we moeten die b uitrekenen. B is gelijk aan 2 gedeeld door g tot de macht 3. G is gelijk aan wortel 3. Dus dat betekent, dit is gelijk aan 2 gedeeld door wortel 3 tot de macht 3. En we kunnen dit ook opschrijven als 2 gedeeld door 3 wortel 3. Dus dan hebben we de b en we hebben ook de g. Dus dan kunnen we de functie fx of ft opschrijven. Ft is gelijk aan b en b is gelijk aan 2 gedeeld door 3 wortel 3 keer g. G is in dit geval wortel 3. Tot de macht t. We kunnen dit ook even anders opschrijven. We kunnen dit ook opschrijven in de vorm 2 gedeeld door 3 wortel 3 keer. Een wortel is tot de macht een half. En kunnen we dit dus opschrijven als 3 tot de macht een half t. Nou, we kijken nu naar een ander geval waarbij de functie waar we mee begonnen zijn verschoven is. Dus we kijken naar het geval waarbij x-as is niet de horizontale asymptoot. En dat betekent dat we een functie hebben in de vorm ft is gelijk aan b keer g tot macht t plus c. Wat we hebben gezien bij transformaties is dat als we de functie verschuiven met c omhoog of omlaag, dat de horizontale asymptoot verandert van die functie. Dus vandaar dat we deze vorm krijgen. We gaan nu kijken naar het opstellen van een functie voorschrift gegeven de asymptoot en twee punten. En we gaan dat illustreren met een voorbeeld. Stel je voor dat we weten van een functie het volgende. We weten dat de horizontale asymptoot gegeven is als i is gelijk aan 2. En verder zijn de volgende punten gegeven. Dus we hebben een punt 3,4 en het punt 5,6. Die liggen op de grafiek. Nou, ik ga niet alle stappen weer nog een keer herhalen wat we net hebben gezien. Die stappen zijn exact hetzelfde. Er komt één stap bij, namelijk het invullen van de asymptoot. Dus vul eerst asymptoot in. Nou, laten we dat doen. We weten asymptoot is gelijk aan 2. Dus ft is gelijk aan b keer g tot macht t. En plus de asymptoot, uiteraard, plus 2. En vanaf hier zijn het exact dezelfde stappen wat we net hebben gezien. Dus we beginnen met het invullen van de punten. Dus we krijgen 4 is gelijk aan b keer g tot macht 3 plus 2. En 6 is gelijk aan b keer g tot macht 5 plus 2. Dan hebben we deze twee vergelijkingen. Met de balansmethode gaan we links en rechts 2 verminderen. Dus wat we dan krijgen is het volgende. We krijgen 4 min 2 is gelijk aan 2. Dat moet gelijk zijn aan b keer g tot macht 3. En 6 min 2 is gelijk aan 4. En 4 is gelijk aan b keer g tot de macht 5. Dat zijn de twee vergelijkingen. Vervolgens wat we hebben gedaan. We hebben een van die twee vergelijkingen gebruikt om b uit te drukken in g. Ik neem de eerste vergelijking. Dus dan krijg ik b is gelijk aan 2 gedeeld door g tot de macht 3. Nou, als we dat hebben gedaan, dan gaan we dit invullen in de tweede vergelijking. Dus dan krijgen we 4 is gelijk aan b. B is 2 gedeeld door g tot de derde. 2 gedeeld door g tot de derde. Keer g tot de vijfde. En we hebben gezien hoe we dit kunnen vereenvoudigen. G tot de macht 5 gedeeld door g tot de macht 3 is gelijk aan 2 keer g tot de macht 2. Nou, we kunnen links en rechts delen door 2. Dan krijg je 2 is gelijk aan g kwadraat. En uiteraard betekent dit dat g gelijk is aan wortel 2. Oké? Okay? Dus we hebben nu een uitdrukking voor g. Nou, als we dat invullen in de uitdrukking van b wat we al hadden, dan krijgen we b is gelijk aan 2 gedeeld door wortel 3 of wortel 2
tot de macht 3. Uiteraard kunnen we dit vereenvoudigen. Dan kunnen we dit opschrijven als 2 gedeeld door 2 wortel 2. Je ziet dat de tweeën weggestreept kunnen worden. Dus dan krijg je 1 gedeeld door wortel 2. En dat is exact hetzelfde als een half wortel 2. Okay? Het is netter om dit op te schrijven, een half wortel 2, dan 2 gedeeld door wortel 2 tot de macht 3. Nou, dus we hebben nu een waarde voor b en een waarde voor g. En we wisten al wat de asymptote was. Dus we kunnen de functie opschrijven als volgt. B, dat is een half wortel 2, keer g is wortel 2. Dat ga ik opschrijven als 2 tot de macht een half. Dus 2 tot de macht een half. Tot de macht t. Dus dan krijg je 2 tot de macht een half t. Plus de asymptoot is uiteindelijk 2.